Kan ik je helpen? Ik ben op zoek naar Martijn Hofs. Kom verder. Waarom zou ik een telefoon stelen als ik hem meteen daarna weer heb ingeleverd? Mevrouw Ascari heeft een geschiedenis van dit soort ettergedrag. Dat is niet waar. Ik betrapte haar achter mijn laptop. Dat... Ik kreeg doodsbedreigingen van haar gemaild. Die kwamen niet van mij. Genoeg is genoeg. Mevrouw, meneer Koos geeft gewoon een pik op mij. Soraya, ik heb hier nu geen tijd voor. Maar ik ga je ouders inlichten en dan praten we gauw verder. Ja? Ik kan daar toch niet zomaar naar binnen lopen? Waarom niet? Ik moet een plan hebben. Ik heb overmorgen al het gesprek bij de rector met mijn ouders. Het gesprek waar ze je van school gaan sturen. Maar niet als ik kan bewijzen dat Kootscha achter de rug van de rector om naar de pers is gestapt. Hoe helpt dat? Je hebt een telefoon gestolen. Ja, Kootscha probeert me gewoon zwart te maken. En dat hij met die telefoon toevallig gelijk heeft dat... Oké, Soraya, niet boos worden. Wat? Tuurlijk. Nee, tuurlijk. Het was een valkuil. Ja. Fuck me dat ik hier ben ingetrapt. Hoi, Soraya. Ik denk dat je me al alles moet vertellen over Gouda. Ja, waarom moet ik degene zijn om het goed te maken? Miral gaat ook iets doen om het goed te maken. Iets wat ze heel moeilijk vindt. Weet je wat ga ik doen dan? Luisteren. Ik had je hier niet verwacht. Ik was wel benieuwd wat je voor mij ging schrijven. In de krant. Luister, het is niks persoonlijks. Maar als de dochter van de burgemeester... Wat weet jij? Wat valt er te weten? Holy shit. Heb jij met die journalist gepraat? Ik ben er geweest. Maar ik heb niks gezegd. Echt, dat zou ik nooit doen. Die guy is eerste klas lipo. Denk jij dat Kootscha zijn bron is? Kan. De enige manier om daar achter te komen is om zijn aantekeningen te hebben. Het is best veel al, hè? Conciërges uitschelden, medescholieren cyberpesten, doodsbedreigingen. En ik geloof dat je morgen van school gestuurd gaat worden, of niet? Dat valt nog maar te bezien. Martijn, er is iemand voor je. Kootschassenbron. Heb je die aantekeningen? Nee. Ja, dan hebben we dus geen bewijs. Dan is het jouw woord tegen dat van Kootstra. Er is wel een manier. Wachten tot het artikel uitkomt. Ja, als het artikel uitkomt en die doodsbedreigingen staan erin... dan is dat het bewijs dat Kootstra de bron moet zijn. Ja. Maar dan weet iedereen... De mensen hebben toch wel een mening over mij. Soraya, wat is er in godsnaam aan de hand? Ja, pap, ik heb hier nu even geen tijd voor, oké? Dan maak je maar tijd. Ik heb, as we speak, 14 gemiste oproepen voor mijn team. De pers hijgt in mijn nek.
Wat moet ik straks tegen de gemeenteraad zeggen? Mijn dochter had geen tijd om zich te verantwoorden. Oh, dus al jaren weiger je te praten over wat er gebeurd is, maar nu je werk eronder leidt? Mijn werk leidt er al jaren onder, Soraya. Ik moet vanmiddag aan jouw rector uitleggen waarom ze jou niet van school moeten sturen. En eerlijk gezegd heb ik daar op dit moment nul goede antwoorden op. Dan laat je me toch van school sturen? Soraya! Soraya! De helft van het artikel gaat over die doodsbedreiging, Mills. Koos heeft met de krant gepraat, zoals obvious. Hé, hey Soraya. Je bent famous nu, hè? Allemaal dankzij jij, Yusuf. Allemaal dankzij jou. Het artikel bewijst nog iets anders. Wat dan? Dat Coach daar niet de wolf is. Hè? In het artikel staat niks over Gouda. Niets over dat ik meisjes leuk vind. Niets over de chaos op toneel. Dat zijn dingen die de wolf juist wel weet, maar Coach gaat niet. Tenzij Coach het expres niet deelt. Om zijn identiteit geheim te houden. Nee, Lotte gelijk. Coach is het niet. Als Koetstra niet de wolf is, wie dan wel? Moest je dit geven? Denk je dat Joyce de wolf zou kunnen zijn? Ik wil graag helpen. Joyce. Shit. Tuurlijk. Ja, maar waarom? Waarom zou ze zoiets doen? Ja, ze heeft op dezelfde school gezeten waar ik op zat. In Gouda. Dus zij zat in de zesde toen jij en Robert op school kwamen? Ik kan aan Rens vragen of hij iets aan haar heeft gemerkt. Dat is wel tricky. Kan werken. Ik ga het hem vragen. Vanmiddag. Als jij bij de rector zit. Excuus. Gaat u zitten. Ik weet dat dit niet de gemakkelijkste dag is voor jullie. Zeg dat wel. Soraya, hoe voel je je? Over het krantartikel? Ik wil er wel iets over zeggen. Oké. Okay. Meneer Koosstra is de bron van het hele artikel. Doe niet zo gek. Docenten praten niet met de pers over leerlingen. Dat is... Dat doen ze niet. Oké. Okay. Dan met u het. Ja, één van de twee. Rens. Franka. Ik wou even iets vragen. Shoot. Het ligt alleen wel een klein beetje gevoelig. Oh? Over mij? Nou, vertel. Ik ben een open boek. Nee, het gaat niet echt over jou. Het gaat over... Joyce. Hey. Wat is er aan de hand? Niks. Nee. Ik kom een ander moment wel even wat vragen. Dankjewel. Ja. Ik heb die journalist nooit gesproken. Natuurlijk niet. En zelfs als ik dat wel heb gedaan... Hoe is dit relevant? Dit is relevant omdat je me al weken loopt te beschuldigen. Van creepy e-mails, van speak op je laptop. Whatever the fuck ik daar ook zou zoeken. En dan nu het chatten van je telefoon en een wat? Een uur later weer inleveren bij de receptie? Dat is raar. Bijna alsof u een verleden van mentaal instabiel gedrag heeft. Maar het wordt allemaal superhelder als je ontdekt dat meneer Kootschaier gewoon de pik op mij heeft. Zo erg dat hij bereid is om naar de fucking krant te stappen. Hey, Soraya. Ik denk dat ik een manier heb gevonden om Rens te vragen naar Joyce. Zonder dat ze dit meeluistert. Bel me terug, oké? Doei.
Soraya. Meneer Kootstra ontkent dat hij met de pers heeft gepraat. En er is geen bewijs. De krant is het bewijs. En ook al heeft meneer Kootstra met de pers gepraat, dan wil dat nog niet zeggen dat jij die telefoon niet hebt gestolen. Meneer Ascari, ik maak me ernstig zorgen om uw dochter. Anders ik wel. Soraya is niet in haar normale doen. Dat wil niet zeggen dat ze die telefoon heeft gestolen. Dit is je laatste officiële waarschuwing. Maar je begeeft je op glad ijs, Soraya. En ik weet eerlijk gezegd niet precies waarom. Een waarschuwing? Jij bent veel te coulant. Jij kunt niet zomaar naar de pers stappen als je het niet eens bent met mijn beslissing. Jij was echt een hele goede docent. Hey, hoe ging het? Goed. Wat is het? Iedereen wist alles. Ik probeerde er zo lang van weg te rennen. Shit. Ik heb iemand geduwd. Zo hard dat hij in het ziekenhuis terechtkwam. Maar wat je ook doet, je kan niet blijven rennen van je verleden. Blijkbaar. Is dat mijn vader?